De Vlaamse scouts weten zich tijdens de paasvakantie goed bezig te houden. Op Jintro leren toekomstige leiders niet alleen elkaar, maar ook zichzelf beter kennen. Wij zijn Jintro aan het geven, echt een topcursus van de scouts. Het is zowel jezelf op een positieve manier aan het leren kennen in de groep. Wie zijt je? Hoe zat je tegenover Enderen? Hoe zien de Enderen nu? Maar allemaal heel luchtig. En op maat van 17, 18 jaar dat die mee kunnen spelletjes spelen. Deze cursus is niet bedoeld van hoe bereid ik mij voor op het leiding zijn, dan niet. Het is echt de bedoeling van wie ben ik in de grote groep. Maar natuurlijk, ze doen hier heel veel activiteiten enzovoort, dus we hopen ook wel dat ze dingen meepakken naar hun thuisgroep. Allee, dat zou wel super zijn. Er vinden ieder jaar een paar edities van Jintro plaats. Deze keer zakten de scoutsleden af naar het Limburgse Kinrooi. Wij zijn nu met 36, denk ik. Dat is ook plezant dat je in een klein groepje werkt, want je hebt echt de kans om jezelf beter te kennen. Teamwork, je hebt dat nodig voor alles. Je maakt er vrienden mee. Je bent samen sterk eigenlijk. Je zit hier met allemaal mensen van in Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Dat is gewoon die verbondenheid tussen allemaal verschillende echte Jins. Het is gewoon leuk om te doen en je leert heel veel nieuwe mensen kennen. En je leert ook heel veel voor heel sociaal te zijn. Een groot verschil is dat ik merk tussen mij en mijn vrienden, die niet in de jeugdbeweging zitten, dat ik veel zelfstandiger kan zijn. Je gaat op een keer alleen weg of je gaat op een reizen. Je wil meer je grenzen verleggen. Ik heb er toch een aantal die mij verrast hebben op een positieve manier. Beter leren kennen waarvan dat je begint denkt van ah ja, die is zo, maar uiteindelijk komt er toch wel iets anders uit dan dat je verwacht. En dat is heel leuk, ook voor jezelf denk ik. Ik denk wel dat ik nu al beter in groep met mensen in groep kan omgaan. En ik heb toch al een hoop nieuwe vrienden gemaakt, dus ik ben content.